We gaan dus bijna weer naar Curaçao. En dan gaan we weer op zoek naar een huisje. We zijn op Schiphol, maar we zijn helemaal vergeten dat het natuurlijk herfstvakantie is. Dus het is mega druk. Zo jongens, we zijn geland. Weer een nieuw vlog. Ik ga eventjes een lekker HelloFreshje maken. En ik maak snelle linguine met kip gehakt. En ik heb dus dit keer vooral gekozen voor snelle receptjes van ongeveer 20 minuutjes. Want dat vind ik gewoon lekker als het snel klaar is. En we hebben vandaag een special guest. Ja. Ja. Oh, dankjewel. Je gaat een uitje snijden, hè? Ja. Goed van jou. Echt heel simpel. Dit heeft zelfs maar 4 stappen. Hier heb ik lekker alle ingrediënten. Hey! Ja! Kijk, doe jij maar de uitjes in het bakje. Doe die maar zo. In het bakje. Ga je de andere uitjes er ook in doen? Ja. De tomaatjes zijn lekker gehalveerd. Hey, Tijk heeft mama heel goed geholpen, hè? Ja. Normaal heb ik helemaal stress in de keuken, omdat ik niet meer weet wat ik moet doen of dat alles te snel gaat. Maar ja, deze 4 stappen kan eigenlijk iedereen. En wat ik dus zo lekker vind, is dat je zelf dus eigenlijk elke maand of elke week je gerechten kiest. En nu dacht ik, oké, deze week heb ik het een beetje druk, dus heb ik dus allemaal snelle minuutjes gekozen van rond de 20 minuten. Gezondheid. Dus dat is echt top. En ze hebben ook altijd leuke thema's. Dus bijvoorbeeld oktober is de maand van pompoen. En dan heb je allemaal leuke gerechtjes van wat je met pompoen kan maken. Ik vind het echt zo'n aanrader, jongens. En ik hoef gewoon geen boodschappen meer te doen. En het is gewoon echt ook handig voor mensen met net zo'n chaotisch leven als dat ik heb. Ik vind het echt top. Klein beetje van het kookvocht. Doe ik erbij. En de liquide. Er zo lekker uit. Ja, schat. Oh, een ongelukje. De bellenblaas. Oké. Okay. Die is er lekker in gaan liggen. Top, ook weer. Even kijken. Tot de binatie gestonken is. Vervit en een hapjespan. Met deksel, voeg de uienpeper en zo toe. Prudududum. Tomato. Deze kleine draak. Wat ben je aan het doen? Mama eten. Mama eten? Oh, dankjewel. Yummy. Yummy. Lekker bellenblaas. Lekker pasta. Nou, dat zal het allemaal gebeuren tijdens het koken, jongens. En voilà. Het is klaar. Zo, ik heb heerlijk vers eten. Ik heb voor jullie een kortingscode. Hello Shanna. Ik zet het eventjes hieronder voor jullie. Daarmee krijg je 45 euro korting op de eerste 3 boxen. En jongens, het is echt het proberen waard. Ik vind het heerlijk. En normaal gesproken kan ik niet zo lekker koken. Maar nu lukt het altijd. Ik zet het wel eventjes voor jullie in de beschrijving. Met een linkje erbij. Dat is wat makkelijker. Dus ik ga lekker eten. We zijn lekker in Belorig. Ik ben in Belorig met Ace en Tiger. Die zijn hier lekker op de trampolinetjes aan het rennen samen. Ik ga even een trui uitdoen. Want ze zullen van mijn mama. Ace! Ja! Wow, wat snel! Wauw, AC! Goed zo, Tijki! Wow, AC kan snel, hè? Yay! Yeah.
slaapt. E slaapt. En Roemi slaapt. Dus ik heb helemaal lekker de rust. En we gaan dus nu naar verjaardag. Dus ik laat de kids even lekker uitslapen. En dan gaan we lekker taart eten. Super gezellig. En dan kan ik de kids lekker spelen met z'n allen. Dus ik zie jullie later. Ik hoop dat jullie het kunnen verstaan. Kijk, nou iedereen zit helemaal lekker rustig. Behalve de bloem. Iedereen lekker chips aan het eten. Ja. Ook de billen, hè? Ja. Dag! Yay! Yeah. Wauw, ik kijk. Ja. Wauw, boei. Hang je er lekker bij. Zo, het is ondertussen 10:15. Kwart voor 11 al zelfs. Ik ben hier bezig met opnieuw glaasjes doen. Ik heb hier nog allemaal nieuw gekocht. Want die andere waren natuurlijk just all in. Dus de koffietjes, suiker en bestekjes die liggen daar. Natuurlijk lekker popcorn en chippies, cookies, limonade. En theetjes. Dit is ons koffiezetapparaat. En ik dacht dus dat dit dezelfde kleur zou zijn. Helemaal mislukt. Helaas. En de bloemen van thuis. Mijn tafel is zo vol of zo. Veel te klein of zo. Dus ik dacht... Ik zet het gezellig eventjes hier. En de nieuwe bureaustoel, die gaat wel naar kantoor. Maar die is ook helemaal top. En ik vind dit kleurtje dus zo leuk. Helemaal in het beige. En nou, deze stoel moet nog uitgepakt. Er komen dan kussentjes op. Die komt dan dus zeg maar hiervoor met het vloerkleedje wat daar ligt. En de bank die daar staat. En deze week wordt dus alles eindelijk geschilderd. Ik denk dat ook de stoelen voor aan de eettafel binnenkomen. En dan... Ik wilde zeggen, dan wordt het echt wat. Nou, nee. Dan moeten de gordijntjes dus nog komen. Die hadden Veneta had dat opgemeten. Dus ik ben benieuwd wanneer die worden geleverd. Maar dat maakt natuurlijk ook al wel... een stukje meer af. En ik heb dus van die stalen buizen laten maken. Die komen hier dus zeg maar uit, uit het plafond. Als het schilderwerk dus af is. En daar komt dan dus eigenlijk de shaper aan te hangen. Dat is super leuk. Dus ja, en er moet eigenlijk nog veel meer komen. Dus ook, ik had dus bedacht voor deze muur helemaal een spiegel... opgemeten en alles. Ik wilde echt een spiegel, maar het één stuk spiegel. Nou, dat was al een gedoe, want hoe gaat die spiegel dan door de deur? Maar nu hangt er een verwarmingje. Lekker warm, maar nu kan die spiegel er dus niet hangen. Dus ik dacht misschien zoiets dan. Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, dat moet er nog komen. Nog stickers voor de deur. Die moet ik ook eventjes... gaan bestellen. Dus nou, er is eigenlijk gewoon nog hartstikke veel te doen. Nieuwe afstandsbediening. Bestellen voor mijn haartje. Maar het gaat de goede kant op. Maar ja, we gaan dus bijna weer naar Curaçao. En dan gaan we weer op zoek naar een huisje. Dus ja, ik heb gewoon zo weinig tijd. Ik ben bezig met oma naar huisje. Dat wil ik ook af voordat we weggaan. En ik heb nog precies... nou, 4 dagen. 4 dagen. Nou, dat gaat er niet worden. Dus, we moeten even aan de bak. Maar het komt helemaal goed. Ik ga in ieder geval naar huis. En dan ga ik lekker slapen. Want ik ben echt helemaal kapot. Het is dat ik nog zoveel make-up op mijn kop heb. Maar... de wallen die hangen tot mijn navel. Nou, ik weet niet of dat iets is wat je normaal zegt. Maakt ook allemaal niet meer uit. Ik ga gewoon lekker naar huis, douchen, slapen en morgen verder.
Tijki, ben je klaar voor school? Ben je klaar voor school, Tijki? Zo jongens, Tijki is op school. Ik ben net klaar met werken. En Roemi slaapt, dus ik heb helemaal een lekker meelkamerbeentje voor mezelf. Ik kan er dus stiekem zo van genieten. Ik heb dit al een keertje laten zien hè, op mijn stories. En wat er zo leuk is... Kijk, ik ga het aan jullie laten zien. Dat iedereen dus een inzending kon doen. Dan kon je een eigen smaak bedenken. En nou, dit zijn dus de twee winnaars. De bedenkers van de smaak. Kijk. En kijk. En het is dus appeltaart en koffiedate. Nou, ik vind het dus zo leuk. En 63.000 mensen hebben dus een inzending gestuurd. Maar wat ik dus eigenlijk wilde vertellen, dat ik dit zo leuk vind. Want vroeger, als je dan dus iets kon inzenden... Dat heb je bijvoorbeeld ook met chips maken bijvoorbeeld. Maar kijk nou, dan heb je dus gewoon je eigen Milka-ree. Ik vind dat zo leuk. Ik wil dat eigenlijk ook. Dat wilde ik even aan jullie vertellen. Maar het is echt heel lekker. En er zit een soort van karamel in. Even kijken, ja. Ja. Dit is zo lekker. Kaneel, appel, karamel. Helemaal mijn favoriet. Ik kan hier... Zo een heel reepje van weg eten. Ik ben eigenlijk ook benieuwd of jullie deze al geproefd hebben. En welke jullie dan het lekkers vonden. Koffiedate of appeltaart. Laat maar eventjes weten in de comments wat jouw favoriete Milka smaak is. Ik ga dit nog even lekker opeten. Nou, mijn chilltijd is voorbij. Ik heb even lekker 20 minuten helemaal niks gedaan. Pas top. En nu ga ik met mijn auto vol spullen weer naar het kantoor. Kijk, ik heb een bekertje appelsap mee. Kijk, kunnen jullie dat zien? Het is van die troebele appelsap. Nou, daar kan ik helemaal lekker van genieten. Dan ga ik Roemi ligt te slapen. Oma is thuis. Quinn is trouwens aan het werk. En na het kantoor ga ik dus Tijki ophalen. En dan gaan we Ace ophalen. Die komt gezellig bij ons spelen. En nou, dan moet ik vanavond nog eventjes werken. Dan gaan we naar Cas en zo. We gaan naar Cas en zo. Ik ga naar Cas. Die heeft even een laptop geïnstalleerd voor het systeem van Yorshe. Dat kan ik natuurlijk niet. En oh ja, de voetdokter komt ook. Die gaan we nageltjes doen. Teentjes en... Helemaal vergeten, maar mijn koffers hebben de vorige reis afgebroken, dat duwtje. Dus ik moet nog even snel een nieuwe halen, dus ik dacht, ik ga gewoon even naar de Action. Dat vind ik altijd tof, want de koffer gaat bij mij nooit lang mee. Dus dan haal ik ze gewoon naar de Action, want dan vind ik het ook niet zonde van mijn geld. En die vorige koffer heeft het dus echt 7 vluchten of zo gedaan. Die was ook van de Action. Dus dit is gewoon helemaal top. Kijk, die dingen zijn gekeerd in do. Dit is de enige grote die er is nog. Dus nou, dit wordt hem. En deze neem ik ook mee. Ze zijn echt spuuglelen. Zijn dus slofjes. Maar kijk, dat is met een hard zoltje. Dus voor Tijki op de opvang heeft hij lekker warm voetjes. En in de auto vindt die jongen leuk. Hè? Nou, het is dus helemaal gelukt. Helemaal top. Maar Lau, die vraagt dus hoeveel betaal je er nou? Ik zet het. Tegen jullie uit, dat is 40 euro. En toen dacht ik, het zijn 40 euro. Toen dacht ik, vind ik eigenlijk nog hartstikke duur voor een extra koffer. Het is helemaal niet goedkoop. Dus, dat wil ik ook nog even kwijt. Zo jongens, ik zit weer helemaal lekker met mijn voetjes in het badje. En de voetdokter is aanwezig. Hallo. Dat was veel goed ook op de achtergrond. Altijd troep. Maar kijk, eventjes helemaal lekker. Kijk, ik heb hier ook mijn teennagel afgebroken. Hier heb ik nog steeds een blauwe nagel onder. Dus we gaan er weer wat moois van maken. Nou jongens, Quinn die dacht, we gaan even eten bestellen. We bestellen een keer bij iets anders dan normaal. Na 50 minuten was er nog steeds niks. Dus Quinn die belde en hij zei, oh ja, nou moet ik het eventjes kijken. Hij zegt, ja, nou ja, ik kan het niet vinden. Dus ik zeg, nou ja,
Sorry, maar wat is dit nou voor service? Ik bedoel, dan ga je het toch gewoon maken en alsnog brengen. Ik zeg, ja, nou, doe maar gewoon geld terug, want dit heeft geen zin. Zegt hij, ja, kom het maar halen. Nou, jongens, ben er weer. Het was helemaal misverstand, want hij zei, ja, we zijn het eten aan het maken, maar er is een storing bij thuiszorg. Dus daarom krijgen we de bestellingen zo laat binnen. Right. Dus ze waren ermee bezig. Dus ik heb nu het eten. En Quindy heeft dus net bij Sperry's Express ook eten besteld. Dus uiteindelijk hebben we veel te veel eten. Nou, top. Het is ondertussen 2:00 s'nachts. Ik kan je vertellen, alleen ik kom zo laat thuis. Als je de volgende dag om 6:15 wordt opgehaald door de taxi. Doe ik de deur open. Misschien die ook nog eens wat. Zo, ik vind het helemaal gezellig. Dit eten met Jelina en de moeder. Neefjes. Vriendin van de neef. Helemaal gezellig. En we hebben zo gelachen. Ik had helemaal pijn aan mijn kaak van het lachen. Maar ondertussen is het 2:00. En om 6:15 staat hier de taxi. Dus 6:15 gaat mijn wekkertje. Moet ik nog broodjes smeren en weet ik wat. En ik moet nu nog douchen. Dus dat wordt wat. Ik ga snel beginnen. Ik zie jullie morgenochtend. Kijken of we het gaan halen. Jongens, goedemorgen. We zijn op Schiphol, maar we zijn helemaal vergeten dat het natuurlijk herfstvakantie is. Dus het is mega druk. Het is echt niet normaal. We zijn net een minuutje binnen, maar je staat helemaal vast richting Schiphol. In de file met de taxi. Je kan nergens, de taxi kan zelfs nergens staan. Geen karretjes om je koffers op te doen. Ik heb dit, sorry, zo lang kan herinneren, nog nooit meegemaakt. In ieder geval, het is echt mega poepedruk. Mega lange rijen. Dus wij gaan opschieten, maar dit wordt wat. Huh? Dit wordt wat. Guten Morgen! De petertjes weer lekker kiekeboer aan spelen. Camilla is erbij, want ze gaat mee als oppas. Gezellig! Dave Daniels, de enige echte. En de rest, er gaan steeds meer mensen mee, jongens. Helemaal gezellig. Oh! Poetin! Lekker te eten bij Quinn. Helemaal gezellig, jongens. Quinn ligt weer lekker te tukken. En Tijgie is op zijn scherm spelletjes aan het spelen. Normaal doet hij dat altijd met Quinn. Zo. Zo, jongens, we zijn geland. Tijgie! Jongens, we zijn aangekomen en kijk nou eventjes hoe prachtig dit huisje is. Dit is helemaal zijn huis. Dit is echt helemaal ding. Kijk, ik kan dit natuurlijk nooit van mijn leven betalen. Maar als ik hier zou gaan wonen, wil ik echt dezelfde inrichting, dezelfde stijl. Dit is het helemaal. Ik ga de rest in mijn volgende vlog laten zien, want ik ga deze eventjes afsluiten. Zodat wij eventjes de kids lekker kunnen douchen, naar bed kunnen brengen. Nou, dan ga ik jullie morgen eventjes ga ik een tour doen. Maar dat komt dan allemaal in mijn volgende vlog. Dus wij zijn aangekomen in ieder geval op Curaçao. Dank jullie wel voor het kijken naar mijn vlogje. En ik zie jullie volgende week. Als het allemaal mee zit met de internetverbinding hier. Dikke kus. Kijk nou eventjes jongens. Dit is toch echt prachtig. Ik wilde dit toch nog eventjes laten zien. Kids liggen lekker op bed. Quinn ook. Die slaapt. Het is nu 8:00 s'avonds. Wij gaan nog eventjes boodschapjes doen. Jamili. Petertje was aan het zwemmen, die gaat ook eventjes mee. En dan kunnen we morgen lekker ontbijten. Dan kunnen we nu ook nog eventjes wat eten. En dan kunnen we morgen weer beginnen
met het draaien van... Nou, jullie kunnen mij niet zien, maar morgen kunnen we weer beginnen met het draaien van de koertjes naar Curaçao. Ciao, ciao. Of ayo.